een jaar of 2, 3 geleden zat ik hier ook. En toen zat ik te wachten tot ik mocht gaan lessen. Want die begonnen steeds hier. En nu ben ik hier weer bij DEC in Goes. Nou, wat ik ga even een opfrislesje doen. Dus een beetje de bochtjes en het remmen eventjes weer opfrissen om wat extra zelfvertrouwen te krijgen. Ja, en dat vertrouwen dat heeft vorig jaar wel een deukje opgelopen toen ik met mijn motor betrokken was bij een verkeersongeval. Ik onderging een operatie aan mijn been en na een paar weken herstel begon ik het revalidatietraject. En naast dit fysieke herstel moet zo'n gebeurtenis ook mentaal een plekje krijgen. Onder meer het schrijven van de dichtbundel Motorongeluk hielp me hierbij. Desalniettemin merkte ik dat het weer op de motorstappen toch nog best spannend was. Iedere bocht en iedere kruising voelde ik een aarzeling doordat ik toch nog twijfelde aan de medeweggebruikers en aan mezelf. Deze veiligheidstraining op het oefenterrein moet mij van die aarzeling afhelpen. Onder begeleiding van instructeur Freek ga ik daarom onder meer noodstops, uitwijken en bochten oefenen. We beginnen met wat rustige oefeningen, zoals een halve draai maken, stapvoets rijden en slalommen. En daarna gaan we doen waar ik het meest naar uitkeek, de remoefeningen, en dan in het bijzonder de noodstop. We voeren de snelheid steeds een stukje op en we korten de stopafstand steeds een stukje in. Remmen goed onder de knie heb, is het tijd voor de uitwijkoefening. Ook dat doen we eerst op lage snelheid en later op hogere snelheid, waarbij ik dan eerst krachtig rem en dan de uitwijkmanoeuvre inzet. Tijdens de veiligheidstraining neem ik meer risico dan ik op straat zou doen, om zodoende het kunnen van mezelf en mijn nieuwe motor te ontdekken. In de laatste minuten van de training verloor ik dan ook de balans en legde ik mijn motor op zijn zijkant. Gelukkig was er een helpende hand in de buurt om de motor weer recht te zetten. De schade van het valpartijtje zijn wat krassen op de motor en natuurlijk een deukje in mijn ego. Na een uur of 2 zit de veiligheidstraining er weer op en rijden we naar huis. Ik kijk terug op een geslaagde dag en kan nu weer vol zelfvertrouwen het verkeer in. Terwijl wij door het donker terug naar huis rijden, kun jij op het duimpje onder deze video drukken als je deze video leuk vindt. Je kunt je ook abonneren op Motormobilist, reageren onder de video of een van de andere video's bekijken. We posten namelijk zo goed als iedere vrijdag een nieuwe video. Meestal een motorrit, maar soms ook een andere video die over motorrijden gaat. Dus abonneren is zeker de moeite waard. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.